internationale studenten die na hun studie in ons land blijven, blijken een cash cow. Ze leveren de schatkist 1,5 miljard per jaar op. Een van hen is de Bulgaarse Victoria. I came as an international business student and I definitely disagree with the statement that actually we take away from the society or from the economy. Because as an international student, it is actually quite expensive to come here. We have to pay for our accommodation, we have to pay for university, for all the books. And there are a lot of other things we have to take care of ourselves or with the help of our parents. And once we actually graduate and a lot of us stay here to find a job, we even continue contributing to the economy. Olivia, hoeveel studenten blijven hier plakken? Elk jaar studeren er zo'n 12.000 studenten in Nederland af die vanuit het buitenland zijn gekomen. En NUFIC is de organisatie die die studie heel erg promoot. En die heeft even gekeken hoeveel er ook hier blijven plakken na die studie. En dat was in 2009. Van het aantal afgestudeerden bleef bijna 70% nog in Nederland. Van diezelfde groep was vorig jaar nog 36% over. Dus je zou kunnen zeggen, er blijven er nog best wel veel plakken. En dat doen ze om uiteenlopende redenen. Hè, relatie, werk of verdere studie. Oké, hoe leveren die ons geld op? Nou ja, zij betalen inkomstenbelasting, winstbelasting, ontroerend zaakbelasting. En op basis daarvan heeft het NUFIC een berekening gemaakt van 1,5 miljard wat ze dan opleveren. Maar let wel, ze gaan uit van die situatie dat ze hier daadwerkelijk een leven lang blijven. Hier kinderen krijgen die hier naar school gaan. Daar gaat het NUFIC vanuit in deze situatie. En natuurlijk is het NUFIC er om die studie te promoten. Dus het is natuurlijk allemaal heel positief wat ze aangeven. Oké, maar dat is heel goed voor onze schatkist. Wat ik me dan afvraag is, wat betekenen al die buitenlandse studenten die hier blijven voor onze banen en voor de banen van onze kinderen? Ja, nou ja, dat zou juist goed zijn voor onze werkgelegenheid. Ik heb vandaag een rondje gebeld met economen en die zeggen, nee, het is juist, het levert heel veel op. Hoe dan? Zij. Nou ja, je moet je wel beseffen dat het hier gaat om de topstudenten, de best presterende studenten. Die gaan ervoor zorgen dat R&D-afdelingen niet naar het buitenland gaan, maar toch besluiten in Nederland te blijven. En als die dan in Nederland blijven, dan levert dat uiteindelijk ook meer werkgelegenheid voor ons op. Dus zo wegen die zaken tegen elkaar af. En er zijn ook een aantal sectoren waar weinig Nederlands talent in te vinden is. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de techniek. En die studenten uit het buitenland komen daarin aan het werk. Dus dat zou helpen. Olivia, dankjewel. Straks